De basisscholen hebben vandaag de toetsuitslag gehad. In totaal hebben 10.124 leerlingen meegedaan aan de GLO-toets. Voor het MULO zijn er 7.649 leerlingen geslaagd, wat neerkomt op 75,6%. Veel trotse ouders hebben op Facebook gedeeld dat hun kind is geslaagd van de basisschool. Vanwege de coronamaatregelen is de uitreiking van de getuigschriften anders geweest dan normaal. Op bepaalde scholen mochten de ouders niet naar binnen. De kinderen kregen hun enveloppen en mochten het getuigschrift daarna aan hun ouders tonen. Volgens onderwijsdirecteur Natasha Benanon zijn dit de cijfers van 9 districten. Ik heb bewust niet gezegd 10 districten, omdat zoals u weet, we hebben Marowijnen vooralsnog nog niet. Zij hebben gisteren en vandaag de toets gemaakt. Maar over de 9 districten kan ik wel aangeven dat we een landelijk gemiddelde hebben van 75,55%. Dat is voor MULO en voor LBO is dat ook 2,95%. Waarom ik zeg ook, kijk, vaak genoeg denken mensen dat LBO, dat mensen verwezen worden, maar je moet ook slagen, je moet die norm halen. Dus een kind dat de norm heeft gehaald voor LBO, die slaagt ook voor LBO. Als ik het resultaat moet geven per district, dan mag ik aangeven dat Nikeri een slagingspercentage heeft van 83,63%. Dat is het hoogste percentage voor dit jaar. Gevolgd door Kommerwijnen met 82,63%. Gevolgd door het district Wanica met 78,39%. Vervolgens krijgen we Paramaribo met 76,76%. Daarna Saramaka met 75,82%. Gevolgd door Koroni met 64,52%. Vervolgens Brokopondo 61,81%. Sipaluwini 60,99%. En als hekkensluiter hebben wij Para met 59,87%. Benanon zegt dat het ministerie tevreden is met het behaalde resultaat. Gezien de COVID-omstandigheden is het een mooie prestatie van de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. Natuurlijk moeten we tevreden zijn met het resultaat. We kennen de omstandigheden, we weten onder welke omstandigheden leerlingen de toetsen hebben gemaakt. En natuurlijk zijn we enorm blij, we zijn natuurlijk trots omdat onze schoolleiders, onze leerkrachten en natuurlijk de ouders niet te vergeten, de ouders ertoe hebben bijgedragen dat we dit resultaat konden krijgen. Het was niet eenvoudig, we weten allemaal toen we het besluit moesten nemen om het onderwijsproces te herstarten voor de toetsklassen. In dit geval zijn het de toetsklassen, omdat we nu even bezig zijn met het basisonderwijs. Was het niet gemakkelijk. Het is een besluit dat we genomen hebben. Maar we weten ook, we hadden in ieder geval schoolleiders die achter ons stonden en ook leerkrachten, maar niet te vergeten ook het personeel. Verschillende actoren, we hadden de bonden, we hadden het platform van clustervoorzitters, we hadden de verschillende beraden. Dus in dit geval praat ik dan gewoon landelijk over het MULO-directeurenberaad, VOS-directeurenberaad, LBO-directeurenberaad. Kortom, verschillende stakeholders die toch wel achter het besluit stonden om ervoor zorg te dragen dat de leerlingen met een diploma toch naar huis gaan. In dit geval is het toch een thuis. Dat was Natasha Benanon, directeur van het ministerie van Onderwijs. We spraken haar over de toetsuitslagen van de basisschool.